Het COVID-19 management team heeft gisteren bevestigd dat de medewerkers van multinational IAM Gold besmet zijn geraakt. Gwendolyn Babel van het directoraat Nationale Veiligheid zegt dat er afspraken gemaakt zullen worden met het bedrijf om te voorkomen dat het virus zich verspreidt onder de werknemers. Voor wat betreft een positieve case vanuit Roosevelt Gold Mines, dat is waar, die informatie klopt. Op dit moment zijn er dus afspraken gemaakt met de belangengroepen van IAM Gold, Roosevelt Gold Mines, maar ook met de directie. En het Nationaal COVID Management Team gaat dus gesprekken voeren. Als ik het goed heb, vinden de gesprekken morgen al plaats. En dan gaat dus van daaruit afspraken gemaakt. Zullen er dus van daaruit afspraken gemaakt worden met beide groepen van deze multinational. Babel deed verder een beroep op de gemeenschap om zoveel mogelijk in hun eigen resort inkopen te doen. Vanuit de gemeenschappen zijn er namelijk opmerkingen gemaakt dat er niet in elk resort goed gesorteerde winkels zijn. Dan moet je naar andere buurten uitwijken om alsnog je boodschappen te doen. Er zijn ook een heleboel zaken aangegeven op social media met betrekking tot het presidentieel besluit. Waarbij er dus zaken zijn aangegeven als te zijn dat mensen niet in hun resort kunnen winkelen, omdat niet in alle resorten de winkels open zijn en dat niet alle resorten beschikken over een slagerij of een goed gesorteerde supermarket. Het team, het Nationaal COVID Management Team, is hiervan op de hoogte. We vragen dat er zoveel als mogelijk rekening daarmee wordt gehouden dat u niet te ver buiten uw resort gaat winkelen, maar zo dichtbij mogelijk dat u gebruik maakt van het tijdstip dat ter beschikking is gesteld om uw inkopen te gaan doen. Dat is van 8 tot 2, dacht ik. En dat u niet te ver buiten uw resort gaat. Dat is dus de strekking van dit besluit. We weten dat het moeilijk is om aan te geven dat mensen binnen hun resort hun inkopen moeten doen. Omdat we dus ook ervan op de hoogte zijn dat niet alle resorten over alle soorten winkels beschikken. Maar we doen wel een oproep aan u om niet te ver buiten uw resort te gaan. En om rekening te houden met de tijdstippen die beschikbaar zijn gesteld voor het doen van uw inkopen. Tot zover Gwendolyn Babel van het directoraat Nationale Veiligheid gisteren tijdens de COVID-19 update. Ze heeft aangegeven dat er gesprekken gaande zijn met IAM Gold om verspreiding van het COVID-19 virus onder de werknemers te voorkomen.